hebt dat die mensen net voor de boog acht. Waar heb je dat niet gezegd? Wat gaan we doen? Ja, 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 ja. Lijkt bijna een trap dit. Ja, hè? Echt beren gaaf. Ja, dit is ook allemaal. Mm-hmm. Lekker? Ja. Een beetje zuur, maar wel goed. Fris. Zit dit lang? Ja, dat is een ander feest. Bloemetje, lichtje, samen met nieuwe waterkastjes. Wow. We zijn erin. Ah, ja. Niet vliegen. Mooi, hè? Jongens, ik mis de coca. Ja, daar beneden heb je ja, daar beneden is die Haffi mango van Jandino. Welkom. Elisa, waar? Even kijken, straks kunnen we het beter zien, dan zie je ook die witte. Of het is niet meer wit. Oh, wat kunnen we daar heel zetten? Die suikermolen. Is het de moeite waard om... Ik ben nog niet gaan lopen. Ik ben een keer inderdaad... Dat was dat met jou? Ja, toen had ik al die uren gelopen. Toen ben ik daar gaan kijken. Maar dan moest je ook nog weer 2 of 3 uur lopen. Dan na al die uren lopen van ons. Doe het een ander keertje, maar nog niet gedaan. Oh, oké. Dus maar ik heb wel gehoord dat het heel mooi is. Wandelen, zeg ja. Maar dan. En dan krijg je ook een heel verhaal erbij. Want dit zijn ook ruïnes en zo. Dus ik sta wel op mijn to-do list. Ja. En dit is wat? Welke serum? Dit is de serum Paramira. Paramira. Ja. Paramira. Eigenlijk een naam die moet je erop, wat ik op de praatje mee hebben, die moet je weten. Ja. Ik moet je erin hangen, maar die wat ziet.
Ik heb gewoon een restaurant. Ik kijk je echt een verre wandeling. Culturele wandeling. Is dat anders? Ja. Maar dan is het een soep. Oké, ja. Maar het is ook leuk om even vast te hebben. Dat is waar. Oh, oké. Ja, stond ik altijd daar. Dus ik zat best altijd daar. Dus dan kan ik het niet vinden. Ja. Vocht in de lucht. We hebben mazzel dat we geen regen krijgen. We hebben een hoop regen voorspeld voor deze dagen, maar het ligt allemaal, dat kun je ook zien aan die noordkant. Kunnen we zitten? Ja, voor mij mag je zitten. Ik zeg altijd, als je maar ik kan niet op een zin. Heel beneden kan, dus als je denkt, ik ga mijn billen, dan kan ik helemaal billen. Ja. Je haalt alleen maar je broek open. Ja. De broek openhalen is... Hey, na serie bien, toen zeg ik bij je zin. Ja, zie je me dan weer. Ik word er gewoon stijl die kleibaan. Komt de Elton eraan? Nou ja, leuk pad. Daar. Ja, eenmaal dat eerste stuk voorbij, dan loopt het wel los. Ja, maar dat komt omdat hij een antiseptic property is. Dus hij splint echt. Tegen neusblok ook, toch? Weet dat je er thee van kan maken en dan voor dames met ongesteldheid. Ah, ik denk dat die mensen wisten nog wat. Ja. Nou. Mensen, we gaan het best stijl omlaag. En het is wel handig om afstand te houden. Voor alle pieren de losse stenen. Voor alle hoor ik niet de pieren en soms de domino naar beneden. Ja.
Het is wel grappig zo, die mensen die ze dan over de berg heen komen en dan naar beneden. Ja, precies. Goed zo, Angel. Je bent er. Opstaan, lopen. Met die andere lichte groen. Weet je, misschien moet jij haar een keer uitleggen dat ze die stok niet zo hoog moet vastpakken. Want dan zet ze hem ook ver voor zich uit en dat maakt het eigenlijk moeilijk. Ik heb al zoveel dingen tegen haar gezegd, want we zijn ook in Dominica geweest en ze heeft natuurlijk last van de ogen. Kijk, en wat ik met skiën heb geleerd, als je naar beneden gaat, doe je dit. Ja. En je gaat gewoon achterover hellen. Mm-hmm. En dan de kans dat je glijdt is heel, heel beperkt, omdat je de hele breedte van je voet hebt. En als je naar boven gaat, andersom. Maar dat krijg je dus gewoon ook niet onder de knie, want als je gewoon recht loopt, dan zeg je, je bent zo weg. Ja. Wij vrouwen zijn soms echt. Mannen ook. Kijk, jullie zijn wijs, toch? Er staat er eentje voor je ook, hoor. Oké. Dus wat dat betreft. Ik loop verder, want anders staan deze mensen allemaal. Is het zo? Zal ik voor? Ja, dan, is goed, joh. Kijk, het is op een gegeven moment ook dat een bepaalde angst of zo blokkeert, hè? Ja. En dan kan je nog zoveel gezegd hebben gekregen, maar het wil gewoon niet. Ja. Ik hoor de skileraar nog tegen me zeggen, joh. Maar tegen de groep, hè? Ploeg. In de allereerste lessen. Dat mis ik, weet je dat? Ik ben dat pas op mijn 40ste of zoiets gaan doen, maar dat is ook zo gaaf. Alleen tegenwoordig, die pistes die zijn zo druk als ik mijn broer daarover hoor. Die draagt ook een helm en zo nu. Ja. Ik geloof niet dat wij eerder met Elton hebben gelopen. Okay. Het is dat Mino van... Ja, gelato, het was stom toevallig dat we gisteren erover in gesprek raakten. Want wij komen daar elke zaterdag, als we terugrijden van Los Penuco, gaan we daar ijs eten en koffie drinken. Waarschijnlijk hadden we ook van ja, we willen nog veel doen, dus we blijven niet langer zitten en we gaan morgen wandelen. Ja. En dus begon hij ook te vertellen. En toen hadden wij zoiets van change of plans. We gaan... Dat staat al een half jaar van voor de hitte op onze verlanglijst. Maar als je dan ook hoort dat hier iemand de weg kwijtraakt en overlijdt, dan denk je van ja. Want die routes, die paden staan niet helemaal op de kaart. Ja, als je dit eenmaal een keer gedaan hebt, dan is het makkelijk te vinden. Ach, en het is ook wel een keer leuk zo, om in een, met mensen zoals jij, die je toch al kent, tegen te komen en iets te doen. Nieuwe mensen te leren kennen. Daarom vind ik dit ook eigenlijk leuk om te doen. Want in je eentje dit doen, dan doe je natuurlijk niet aan iets. Je werkt een goed zetten, maar je weet niet waar mensen mee te wachten. Aha. Ik moet mijn bed uit. Maar ik vind het ook leuk om inderdaad de reactie te zien. Ja, ik kan me voorstellen. Maar ik heb een probleem om te blijven.
We gaan naar preparatie. We gaan naar Anochi, maar we gaan naar Anochi. Ja, dat is ook de intentie die ik heb. Want mijn telefoon die neemt de route op. En dan kan ik OpenStreetMap bijwerken. Kijk, want ik heb zoiets van, eigenlijk is het te laat. Als mensen hier in een hotel toevallig daar kennis van nemen, weet je. Je moet daar van tevoren, moet het voor wandelaars duidelijk zijn dat... Niet hier, ik ga even opzij dan voor je. Het ziet er niet echt toegankelijk uit. Er was ergens een daar. Fles, ik mis de fles hoor. Zo te zien loopt het pad links. Ja. Hier is ook een gele steen. Kijk. Ja, hier is de fles. Ja, ja. Ja, dan moet je die voetbal. Oh! Kasi Gursti, me goed. Kasu Bida. Ah, de fles. Kijk, soms zijn die dingen zo vol. Waar is die fles? Je ziet geen fles. Wat denk je? Ah, een leider in zo'n fles. Met zo'n fles op de grond. Ja, zie je, Pierre, de meeste moest rapen. Dat is wel handig. Dat is lekker, zitten. Ja, ik heb twee kanten om op te letten. Voor mijn voeten en boven me. Wind. Viento. Er is zo weinig wind. Er waaien bijna van deze berg af. Ah ja. Maar vandaag niet helaas. Maar kijk, ook hier weer mooi. Pietjes. We even nog een paar stappen door. Dan staan ja, we recht. Oh kijk, die zijn nog de berg aan het afgaan. Waar is Elton? Oh, Elton staat daar als... Ja. Elton! Nee. Ik hoop dat hij de fles vindt. Zo te zien ook een ruïne, dat daar of niet? Waar? Is dat Malpais? Nee, dat kan niet. Dat is verder, dat is verder weg. Malpais is verder weg. Maar het staat ook op een verhoging, weet je. Het lijkt net een landhuisplek. Even kijken, daar heb je volgens mij Sint Nicolaas, dat is die helemaal dicht bij de zee. Aha.
En die, die op de, helemaal aan de kust daar. Die is waarschijnlijk bij Willy Brothers, heb je inderdaad ook een vervallen landhuis zien. Ja, maar dat staat niet hoog. Het landhuis bij Willy Brothers ligt laag. Dat zou je van hier niet kunnen zien. Weet je, je hebt Marijke Streel. Ik denk dat dat in die hoek zit. Maar dat daar een landhuis ook is op die heuvel, dat zegt me niks. En hier meer in het dal, I don't know. Want wat is dit? Is dit Soto waar we tegenaan kijken? Ja. Ablief? Ik loop weer een stukje verder. Is er iets of... Ja, dan zou die... Elton de Kota, oké, toch? Santa Cruz en daar heb je Willy Brothers. Ook nog boven. Ah ja. En de nana en otro oranje na bani oude zit dat San Nicolás. En de zo'n serie dat we missen subi is een punta dat is. Cerro Largo. Ah, Cerro Largo. En dan heb je een uitzicht, maar je netje mis. En dus heb je daar met een nice seizoen kunnen zien in Anna. Dat is Cerro Commandant. Dan heb je ook mooi uitzicht over, over het binnenwater heen. Ik loop stiekem een stukje verder. Je hebt ook een goed stevige stem hiervoor, zonder, zo te horen zonder dat je je daarvoor in hoeft te spannen. Ik ben bestemd, dus ik ga de hele dag door praten. Ja, precies. Ik ben helemaal in de boel. Ja, ja, dat is zo. Dat is al helemaal. Wie heeft die route gemarkeerd hier? Ik heb weer met 1100 lopen en heeft toen de lopen uit. Ah, oké. Okay. Oh, geel. Aha. Ik ben aan mijn hoofd. Charlon. Ik mensen, we gaan nu naar Cerro Pamela. Nou, we zijn daar rond de kerken. We zijn daar lang. Ja. En mijn verhoging ook. Shonan, zonder kop zorgen thuiskomen, dus... Wakepalu. Bukken, vooral de mensen met een petje, met een klepje, soms zie je het niet. Zal ik je mee doen, Baska Betebo? Ja. Wacht, ik maak weer een mooie foto van jullie zo. Yes! Jeez. Nu lachen we allemaal nog, straks misschien niet meer. Dankjewel, Melissa. Dankjewel. Toegeven dat voor de COVID we een betere conditie hadden, want deden we meer. Ja, ik vond die en het afgelopen half jaar in de hitte, hebben we dus de, ik denk vanaf mei of zo niet meer gelopen, of juni. Juni denk ik voor het laatst. Net al, we zijn net, dit is de derde week weer. Los.
trouwens de datum die pushy. Je hebt verschillende datums. Die met die witte haartjes erop, dat zijn de datum die pushy. Soms zijn ze echt heel wit. En dan sta je hierboven en dan zie je allemaal van die witte puntjes zo door de mond. Okay. En die is niet eetbaar. Het is een kadushi pushy. Kadushi, sorry, ja, kadushi, geen datum. Het is een kadushi pushy inderdaad. De kadushi kun je eten, maar de kadushi pushy is niet te eten, heb ik begrepen. Nee, die kadushi pushy. De ja. Poes van die kadushi niet te eten. Nou, dat pak om. Kadushi pushy, no douche. Nee. En hij heeft hier aan de lok. Zit pieken op. Dus kijk uit. En dit hier met die witte bloemetjes, dat brengt amosa. Brandnetel. Jeuk als een gek. Aha, dat onderland ik niet. Mis ik niet. Ah, mijn papi sabu die brengt amosa. Ja? Ah. Wel een sali zie ik. Ik kan niet zeggen van ja, ik maak even een foto. Dat doe ik all the time. Wat daar staat, dat geelachtige, is dat die molen? Dat is die suikermolen, ja. Ze was een paar kinderen, was aan de midden. Suikermolen, die hoffie mango. Dat is een hele hoog. Ze probeert dat blanco, maar dat wacht heel heel. Dat is geel. Ja, het is nu geel geworden. Ja, dat was toch wit? Ja, ja, het was eerst wit. Ja. Maar ik heb begrepen dat het vroeger ook geel was, maar doordat het verbleekt is, is het... wit geworden. Hoor ik dat je daar een ouwe. En even ademhalen. Gaat het met iedereen qua conditie en dergelijke? Ja. Is het tempo oké? Okay, Ik zeg geen volmondig ja. anders stond ik niet te rijden. Che dà? Se pusce che non da dusci. No. Ja, dan is wandelen bij Boca en zo een walk in the park. Ja, dus kijk. Als de zon opkomt, dan gaan die bloemetjes kapot. Mooi, ja. Mooi. Straks als jullie hier langs lopen, de infrouw, met zon gaan de gele bloemetjes mooi open. Ja, zeker infrouw, ora solo sali e flor heel dan tabri bonita. Elton, tu rende la jega? Ok, top. L'importante è bevendo, ragazzi. Sì, però è da dire qua. E su un angu, ebbe a gusto, tamme tutti in flor rosso. Tamme tutti in flor rosso, ora vedo per caos. E te da dire rosso, però te aiutavo con questa persona. Su un angu, ebbe a gusto.
Look what I'm making and nice with the mirror. Or in front, see, I have the mirror super ding, I keep on, or with the subi. With the subi check, but ding in front. Is ook mooi. Ik denk iedere keer, hey, jij bent van het knutselen, Angelique. Angelique, wat zeg je? Sorry. De binnenkant van de infrouw die ligt hier op de grond. En jij bent van het knutselen en volgens mij engeltjes maken. Ja. Iedere keer als ik het zie, dan denk ik dat zijn mooie engelvleugeltjes. Oh. Dus misschien moet je even kijken. Ja. Is je maar roeken aan dat tikje? Zie je, dan was. Ga ik je mensen van? Nou, hoop op een lopend buffet, ouwe. Hey, over Shimaruko's. Kom er snel bij, ik denk dat de laatste niks meer hebben straks. Shimaruko! Ja, geen wind. Mensen, ik heb gezorgd voor een lopend buffet. Shimaruko. Shimaruko. Vitamina C. Lekker. Die zijn nog beter deze. Die is meer water. Vleugeltjes, mooie. Leuke vleugels, toch? Ik moet ze alleen naar huis meenemen een keer ergens waar het plat is. Ja. En daar laten drogen. Het ligt echt overal in de mond. Dus, ja, precies. Okay. Lekker. Lekker, hè? Vitamine C. Dan is de Camino de Santiago is makkelijker. Afgezien van het stuk dat je een dag naar boven de Alpen op moet. Nee, Pyreneeën bedoel ik. Dat is steil. Aha. Maar wel een geasfalteerde weg. Oh, kijk. Dat is zoiets als dit. Maar dan loop je echt van 's morgens 8 uur tot ruim na de lunch. Alleen maar naar boven. Alleen maar naar boven. Oh, ik heb 3 dagen ook even gelopen. Dat is ook gaaf daar, hè? Dat is super mooi daar. Heeft Angelique je wel eens verteld wat wij daar hebben gedaan? Ik zou dat niet. Ja, wij zijn. We hebben een trektocht daar gedaan. Eerst naar Jokke Kirau. Dat is een week lang, hè? S'nachts, jongen, afzien van de kou. Speciale slaapzakken, drie lagen kleding en het dan nog koud hebben. Nee, ze hebben ook nergens verwarming, het was vreselijk. Ja, precies. En dat was april, hè? Ja. Nee, ik was in de zomer, dan is het daar winter. Ik geloof dat we een pas over moesten van 4500 meter. Weet je, tranen in mijn ogen, ik was aan het huilen. Ah. Dat laatste stuk letterlijk zo halve pas. Naar boven, puur op wilskracht. Ik was compleet gesloopt. Ja. Ik ben wel eens gewoon emotioneel in mijn leven, weet je, met je neus zeg maar, op de grond ligt. Maar toen was ik fysiek. Nee. Mensen, aha. Hier staat geen mooi bordje van Cerro Pamela. Maar als je onder die mooie boom heen gaat, ongeveer op het hoogste plekje zometeen, dat is Cerro Pamela. Ja? Pamela de. Dus we zijn bijna bij de tweede top. Komt regen aan. Elisa, Pamela, Daisy. Daar moet je maar maken. Pamela! Wat We komen eraan.
ook zoiets, weet je. Elton, knip dat voor mij af. Al zelf zonder camera hier mijn lichaam. Dat is met mijn lengte. Is moeilijk. Alles heeft voor- en nadelen, want soms loop ik ook met hele korte mensen en die hebben dan weer moeite om bepaalde rotsen te beklimmen. Ja, dat zie je aan Angelique, onder andere. Ja, mensen die lang zijn, die moeten te veel bukken. Dus het is nooit goed. This time, when again. Kijk, in die zin kan ik Angelique ook niet helemaal goed advies geven. Als ik onderloop van jouw weetje, zet je voet daar of daar. Want zij heeft een hele andere rijkwijde van de pas dan ik. Ik ben zelf links, dus ik heb merk ook iedere keer dat ik het anders doe dan de rest. Ik wil dan eerst mijn andere been ergens opzetten. Ja, en soms voelen of het niet los ligt. Balans zoeken. Die boom zijn aan de kop. Oh, waar is de boom? Nog een keer de boom naar te roepen. Ik denk dat ik wat met de GPS-opname fout heb gedaan. Merk jij niet met de dikte van die rugzak dat die je achterover trekt?